Goedemorgen. Vandaag is het woensdag. Oh my god. Voor de mensen die mij op Instagram volgen, hebben het vast voorbij zien komen. Vanochtend is de man van mijn vriendin Kouter overleden. Het doet zoveel pijn, zoveel. Wij zijn aangekomen vandaag in nu. In Charleroi in Brussel Airport. Want er waren vandaag geen vluchten vanuit Amsterdam. Er was één vlucht, maar die is vol geboekt. Dus we konden die helaas niet boeken. Dit was onze laatste optie om vanuit hier te vliegen naar Tanger. En vanuit Tanger gaan wij door naar Tetuan. Het is maar een uur rijden. En Kai en zo zijn ook al aangekomen. En ik vlieg met Mar, Shuki. Daar zijn we op aan het wachten, want die ging even auto parkeren. En nog met andere familieleden. En dat is super cool. Een hele goede morgen, jongens. Vandaag is het woensdag. Zoals jullie zien ben ik al in Nederland. Moest hij die eens even aardig gaan halen van school. Hij heeft vandaag een korte dag. We gaan zo naar de IKEA. Ik moet even een paar dingen hebben die wij bij mij op de zaak tekort komen. Voor de keuken. Een paar onderdelen. Zoals jullie weten ben ik vorige week donderdag... Tenminste, in het begin van deze video hebben we gezien. Ben ik naar Marokko gegaan. We zijn naar Tanger gegaan. En vanuit Tanger gingen we door naar Tetuan. Want ja, daar komt Kouter vandaan. En daar komt ook de familie van Mohammed vandaan. En familie van Kouter. Ze komen gewoon allebei uit Tetuan. En ja, we hebben hele emotionele... dagen daar gehad. Ja, baby. Ik kan het niet zien. Wat kan je niet zien? Mama, ik kan het niet zien. Oh, kan je jezelf niet zien? Nee. Kijk maar. En ja, ik... ja, ik weet eigenlijk niet meer wat ik erover moet zeggen. Ik denk dat jullie heel veel al mee hebben gekregen. Ook via mijn Instagram of die van Kouter. En ja. En nu... wachten totdat Kouter en mijn familie terug gaan komen naar Nederland. Maar wat ik wel wil zeggen is dat Kouter echt super sterk is. Niet normaal, echt niet normaal. Maar ik ben ook echt blij dat ik er voor haar ben geweest daar. Dat ik gewoon met haar familie naar Tetuan ben gevlogen. En dat ik even tijd met haar heb doorgebracht daar. En dat we ook naar de graf van Mo zijn geweest, van Mohammed zijn geweest met z'n allen. Ik ben blij, zeg maar, dat ik voor haar daar mocht zijn. En wat gaan wij vandaag doen? En by the way, mochten jullie vragen hebben hierover, of jullie iets weten of wat dan ook, dan zou ik jullie adviseren om gewoon Kouter te berichten. Want zoals ik in mijn vorige video of een van mijn vorige video's heb aangegeven, ik wil niet te veel hierover vertellen op mijn YouTube kanaal. En ja, de kinderen die gaan gewoon naar school deze week. De kerstvakantie komt er bijna aan. Moes heeft van de club een bericht gekregen dat hij ja, met heel veel regels... Want hij heeft straks ook winterstop, dus hij heeft ook wintervakantie. En met heel veel regels. Gisteren hebben we een persconferentie gehad. Zoals jullie weten, ja,
de maatregelen blijven zoals ze zijn. Ook met de feestdagen en zo. Niet dat wij kerst vieren, maar voor de mensen die kerst vieren vind ik het wel sneu, zeg maar. Vooral voor ouderen. Maar ik hoop gewoon dat we snel gewoon deze coronatijden achter de rug hebben. En dat we dan, als we eraan denken, dat we zoiets hebben van oké, we hebben het overwonnen. Ik hoop gewoon echt dat zulke tijden heel snel gaan komen. Vandaag, zoals ik al zei, we gaan zo naar de IKEA en daarna willen we naar... Naar Monkey Town in Apeldoorn hebben we gereserveerd vanaf 3:00. Dus daarna gaan we even met de kinderen daarheen. Kunnen de kinderen even gezellig met z'n tweetjes spelen daar. Vandaag is Mustafa ook vrij. En ja, ik neem jullie gezellig mee. En ik moet ook nog naar de zaak. Want dan kan ik jullie ook laten zien hoe het een beetje eruit ziet nu. Want de wc is van binnenkant helemaal af. Buitenkant nog niet. En de keuken is ook soort van 70% al gemonteerd. En ik heb voor een basic witte keuken gekozen van de IKEA. Want ik ga het laten wrappen. En door welke bedrijf en zo, dat gaan jullie nog wel zien. Ik ga jullie vanaf vandaag weer meenemen in mijn daily life. En wil jullie ook zoveel mogelijk laten zien. Gisteren zijn mijn krultangen verzonden van Mika. En eigenlijk zou ik het voor de kerst willen lanceren, maar ik door alles wat er is gebeurd, ik weet niet of ik er momenteel geestelijk heel veel zin heb om dat voor de kerst te lanceren. Dus ik ben er daar nog niet over uit, ben nog aan het twijfelen. Dus het wordt of voor de kerst of na oud en nieuw. Ik weet het nog niet. Oké, ik praat weer veel te veel, maar ik wilde jullie even een update geven. En ik zit op Arda en moest niet te wachten. En ik hoop zo dat Mustafa niet vies terugkomt. Ik bedoel dat Arda niet vies terugkomt. Ik wil niet die neem, papa. Wat is er als één? Ik wil niet die neem. Wat wil je niet? Ik wil niet die neem. Wat wil je niet? Ik wil niet die neem. Mooi. Vind je die jas niet mooi? Nee, ik vind niet die mooi. Vind je die niet mooi? Nee? Nee. Wil je geen zwarte jas? Nee. Kijk, mama heeft ook een zwarte jas aan vandaag. Zie je een dat? Een zwarte jas. Waar zijn papa en Arda? Huh? Waar zijn ze? We gaan niet vandaag naar de Efteling. We zouden eigenlijk vandaag misschien naar Winter Efteling gaan. Maar Arda is uitgenodigd voor kinderfeest van Berat. Wat? Arda is uitgenodigd voor kinderfeest van Berat. Oh echt? Ze gaan het vieren in Monkey. Arda, heb je een uitnodiging gekregen? Birthday party. 20 december. Zo leuk. Zo leuk. Arda. Arda, weet je hoe leuk dit is? Ja. Waar is dit? Welke Monkey Town? Apeldoorn. Zo leuk, Arda. Vind je dat leuk? Ja. Ga je naar het verjaardagsfeest van Berat? Ja. Naar Monkey Town. Hoeveel jaar wordt Berat dan? Berat wordt 5 jaar. Dat zoek je als je kan. Arda, even een vraagje. Hoor je mij? Heb je vandaag jouw letter aangebracht naar school? Ja, ik heb niet weer opgehaald. Waarom niet? Dat heb ik vergeten. Is die nog in jouw tas? Ja. Ik zeg nog tegen hem, voordat hij naar juffrouw toe liep, van geef gelijk die versiering. Ja, Arda moest, moest één kerstversiering meenemen naar school, want ze hebben een kerstboom in de klas staan. En die mochten ze versieren, dus per kind mochten ze, per leerling mochten ze één versiering meenemen. En ik had gisteren bij de HEMA voor hem een hele leuke letter A gekocht. En moest zij nog gisteren bedden, als die hem meeneemt naar school, dan vergeet hem in zijn rugzak. Oké, dan heb je morgen weer een dag, oké? Niet vergeten, oké? Elke dag. Ja. Nee, morgen niet vergeten. Dan moet je hem morgen ophangen, oké? Hoor je mij? Hallo? En? Bezoekers, attentie alstublieft. Om op een andere manier bij ons te winkelen, vragen we u de volgende regels in acht te nemen. Kijk! Zijn! Hallo! Wat mooi! Echt mooi!
vegen. Laat zien. Dino's. Dino's. Ik heb mijn tand eruit gehaald. Ik ben dood. Ik heb mijn... We zijn voor 70% geslacht bij de IKEA. Deze voor mij. Een vegetarische hotdog. Vroeger hadden ze dit niet. Vegetarisch. Hier dus. Vinden jullie het lekker, jongens? Zo ziet het eruit. We hebben één keer hotdog gegeten. Ja? Dag, papa? Ja. We zijn dan veel te vroeg, hè, in... Ja, we gaan je auto ook ophalen, Mieke. Oh ja, oh ja. Mijn auto is naar de autogarage gebracht. De remschijven moesten vervangen worden, hè? Nee. Of waren het remblokken, wat is dat? Remschijven of blokken? Beide. Beide, oh. Nou, we gaan even mijn auto ophalen in Apeldoorn. Dan gaan we mee thuis. Mhm. Nou, dat mag je niet zeggen. Nee. Kom, mama gaat je helpen. Ik ben een paranoia. Wat? Ik ben niet paranoia, man. Zeg je nou, ik ben niet paranoia? Serieus? Ik kom al jaren bij dezelfde autobedrijf. Van Mustafa. Zo heet de eigenaar. Hier in Apeldoorn. Ze hebben altijd topservice. Echt niet normaal. Ik kom al, denk ik, daar iets van 7 jaar. Oeps. Oh, wow. Iets van 7 jaar of zo. Nou jongens, ik laat jullie even zien want wat er tot nu toe is gedaan. Nou, zo is de wc geworden. As you can see, ik ben er super blij mee. Ja, wat voor tegels dit zijn, waar de wasbak vandaan komt en zo, dat hebben jullie in mijn een van mijn vorige video's kunnen zien. Dit krijgt nog een betonlook. Dit moet helemaal nog afgewerkt worden, deur ook. En dan hebben wij hier keuken, daar zijn we nu mee bezig. Dit krijgt ook helemaal een betonlook. Dit gaat er helemaal anders uitzien. Maar het schiet nu wel een beetje op, hè, Mustafa? Zeen is net wakker. Ik ga helemaal stuk om zijn hoofd. Dat is grappig, Gerda. Zeentje! Wat zie je? Zeen! Zeentje! Hoi! Waar zijn wij? Kijk dat haar. Hoi! Ja, ja. Ga je? Hij is al 3 minuten geleden wakker. Echt, hè? Zeen is vandaag helemaal in mammoekleding. Zeen, wacht eens. Laat zien jouw pak. Wauw, mooi hoor. Papa, ga je voor een boek gooien? Ah, mama, papa. Jongens, wij zijn lekker thuis. We hebben lekker gegeten, thanks schat. Ik was even mijn telefoon in de auto vergeten. Ik ben zo KO, al weet ik niet waarom. Ik heb sinds dat ik in Marokko ben geweest, heb ik super veel pakketjes binnengekregen. Niet normaal. Ook allemaal bestellingen voor de Black Friday. Maar ik heb zo geen zin om ze nu open te maken. Dus in mijn volgende video ga ik ze wel laten zien. En ja, ik denk dat ik nu deze video ook ga afsluiten. En dat ik morgen gewoon met een nieuwe video begin. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ja, dus dat. Thanks voor het kijken. Dikke kus. Bye bye.